Hey yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En vandaag gaan wij de stream doen, go! You have been granted Steam Trap. Even kijken, dat ligt ze omhoog, oké. Okay. Seems legit, even kijken. Oh, dit level! Ja, kijk, hier hebben we dat ding, zo, dan moeten ze hierheen. I see. B, open spel. Hellbat. Flying enemy that avoids floor traps. Daar zijn die steam traps dus voor. Oké, wel goed. Nou, wat zal ik gaan nemen? Wel, sowieso die en die. Want ik kan ze in die gaten duwen. Die natuurlijk. DG en... Archguardians. Waarom? Laat ik je zien zometeen. Natuurlijk gaan we beginnen met deze. Lijkt me vrij logisch. Kijk, dan duw ik ze er gewoon op. Analyse hard. Dit gaat zo cool worden. En we hebben de boom barrel. Kom dan. Bam. Bam. Lolcats, no match for me, dogs. Bam! 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 Chop, chop, choppy, choppy, chop, chop, chop. En boom goes the dynamite. Spike traps. Yay. Ik ga gewoon het hele stuk volspelen met spike traps. Nee, maar hier wil ik Archie Guardians op hebben tegen die vliegwezens. Kijk, volgens mij komen die nu... Ja. Die kill je makkelijk, jongen. Ik snap niet waarom iedereen zo moeilijk hierover doet. Echt, ik... Ja, easy does het gewoon. Oh, wat meer flyers. Ga dood, krenk. Oh, je kunt die dingen headshotten. Dat is goed om te weten. Oké. We zijn bij ronde 2 voor ronde 9. Wauw, jongens. Combo. Oh, je moet dus iets voor die dingen schieten. Ah, oké, ik snap het. Some new decorations. Gaast ik met hem niet eens. Let's go. Dit is denk ik wel even goed. Ik weet het niet, maar ik ga ze sowieso weer in duwen, want er komen geen vliegers aan. Oh god, nee toch. Zit het alleen maar van die dingen? Oh god. Drin met jullie. Die. Just gewoon die. Sparta. Wow, alle kanten op hier. Ze worden alle kanten erop geblazen hier. Alle kanten op gesolieterd. Up, dood, ja. Ja, oké, combo breaker. Ik vind deze dingen eigenlijk helemaal niet zo vervelend. Ze zijn wel wat vervelend, maar het valt wel mee eigenlijk. Oké, wat zal ik gaan plaatsen? Ik kan gewoon wat Archie Guardians hierboven gaan zetten, zo. Dat is denk ik wel een goede beslissing. Dus kijken hoeveel we hiervan... Dat is wel, dat is helemaal prima qua Archie Guardians. Unleash the Horde, maar jongens. Oh my fucking god, er is hier gewoon nog een ding. Er is hier gewoon nog een ding, jongens. Hier ben ik echt minder blij mee. Hier ben ik echt minder blij mee dat hier gewoon zo'n ding is. Wat de fuck doet een ork hier? Oké, ga dood, sterf maar, dank u wel, alstublieft. Ja, je wordt hartstikke bedankt.
Even helen hoor, jongens. Kijk, die Archer Guardians doen gewoon prima werk. Hé, hey, wat zijn we aan het doen hier? Nice! Sweet, zoals die gast zegt. Oké. Okay. Goed. Moet ik daar ook mijn Archer Guardians neer gaan zetten, denk ik. Daar worden dan allemaal wel gered. Want, nou ja, die boys en Spark hebben zich gewoon overpowered. Maar hier... Hier heb ik wel wat assists hulp nodig. En ik wil ook zeggen, nou, maar ik boon die orks hier ook wel redelijk, hè. Kijk, en hier kan ik ze ook nog daar snipen, hè. Dus wat dat betreft... Oh god, ze komen weer. Dit level is redelijk makkelijk. Orks was daar, wat is dit? En dan komen er uiteindelijk gewoon fucking veel of zo. Ik weet het ook niet. Oh, daar komen ze. Ga dood! Goed. Archers. Archers zijn echt goed. Dus ik wilde hier ook een boel. Helemaal goed! Headshots, headshots, headshots. I want the headshots. Weet je wat? Ik zet jullie even terug daar. En hoe zouden jullie dat vinden? Jullie zijn hier wel echt teleurgesteld. Ja, dat snap ik heel goed, jongens. Kijk, ik heb volgens mij even dit zo. Dat is weer een hele groep met orks weg. Even daarin, oké? Okay? En je ook even daarin, gewoon even opgebokt. Ik wil net zo, wat zou je nou blijven? Jullie zijn een andere koek. Die vind ik niet zo aardig. Ik vind jullie niet aardig, jongens. Kunnen jullie niet gewoon even daar. Gewoon even een beetje afkoelen. Dankjewel. Aha, you just got nailed. Bam, bam, bam. Zo, hup, bam, hup, bam, zo. Kijk eens even aan, mensen. Wat een spike traps. Spike meuk. Oh, flyers weer. Oh, god, samen. Goedie flyers, oké. Okay. Die flyers moeten eerst dood, namelijk. Even kijken, zo. Ja, 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 ja. Oké, okay, nou komen we erdoor. Oh, wat is dit nou? Goed, die. Dat is een hele dikke. Waarom vind ik deze dingen lekker op de tak van kracht of juju of zoiets? Ik weet niet hoe het heet, iets met juju of zo, force of juju. Ik heb eigenlijk geen idee. Goed. Oh ja, yeah. Kijk, je moet gewoon een beetje op de hoofdhoogte schieten. En dan raak je eigenlijk altijd wel wat. Die dingen zijn echt overpowered, die spike traps. Ze maken ze langzamer, ze doen extra damage omdat ze vergiftigd zijn. En vervolgens spawnen de snipers. Dit is gewoon een goed team net hier. Hier, die gast is gewoon dood al. Gewoon bam zo hier. In jouw bangsgast. Oh, die snipers kan ik allemaal met de hand doen. Die dingen die doen geen damage op mij. Moet wel oppassen dat ze geen damage doen op die vrienden van mij, die matties. Weet je wat ik ga plaatsen? Kijk, dan lopen ze hier zo. Kijk, en dan worden ze daar gesniped. Dus dat is wel goed. Dit is interessant. Oh, dat is ronde 9 alweer. Halleluja. Oh, meneer de grote ork. Of de ogen bedoel ik. Ik zag een oog staan, dus ik dacht ork. Och, wat grappigs. Nee, ik noem die dingen vanaf nu gewoon grappigs. Oké, zullen we dat doen? Ja. Hé, hey, geld. Hallo. Krenk, godverdomme. In your face.
Jeez, bitches. Wat? Sniped. Get sniped, bitches. Nou hebben we die wezens. Get fucking motherfucking pwned gewoon. Die. En ik moet toegeven, ik heb ook wel wat delen van wat playthroughs gezien, maar dat was maar tot dit level ongeveer. Dus het volgende level, ik heb echt geen idee wat we gaan zien. Maar goed, in ieder geval, dit is dus wel lekker. Hoeveel skills? Oh, oppé, cool zo, mooi. Goed, cool zo, ja, dat is nieuw wat. Oh god, Sludge Hole, die ken ik niet. Maar goed, tot volgende keer jongens. Bedankt voor het kijken. Dit was echt een awesome aflevering van Orcs Must Die. Wil je meer Orcs Must Die zien? Je weet wat je moet doen. Even abonneren. Want nou ja, dan krijg je het te zien natuurlijk. En dan laat je zien dat je dit leuk vindt. En zo gewoon abonneer gewoon. Het is de moeite echt waard. Vervolgens moet je even een like achterlaten. Dat wordt echt altijd gewaardeerd. En als jullie de serie blijven supporten met likes, met leuke comments. Dan komen er gewoon heel veel afleveringen van Orcs Must Die. Dus ja, maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En volg nog even op Twitter, @ShadowGames23. Dan zie je wanneer de nieuwe Orcs Must Die afleveringen online staan. Dus ja, later mensen.